Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Two Crowns. De vorige aflevering zijn we hier gebleven en we gaan vandaag proberen om deze toren te upgraden naar een bakkerij. En nou ja, voor de rest gaan we het wel zien. Het wordt nu bijna nacht. En misschien gaan we nog een portal aanvallen. Maar ik weet nog niet precies wanneer we dat gaan doen. Misschien is hier toevallig nog ergens een persoontje. Ik denk het niet. Nee, vast niet. En dat zien we vanzelf wel. Nou, we gaan dus even wat coins verzamelen. Zodat wanneer iedereen weer terug is in de basis. Dat zal het wel goed moeten komen. En we moeten ook nog binnenkort even ons landje even uitbreiden. Want we hebben gewoon maar twee muren aan beide kanten. En als we het daarbij houden, dan komen we niet heel ver. Oké, heeft een van jullie nog een beetje coins? Twee. Want ja, we gaan wel wat betere muren nodig hebben voordat we portals gaan aanvallen. Dus ik ga nu dit even muurtje eventjes regelen. Zodat we in ieder geval ook portals aan de rechterkant kunnen aanvallen. Die gaan we hard nodig hebben. Nou, top. Aan de linkerkant moet ik eigenlijk ook gewoon hetzelfde doen. Zodat we in ieder geval nog een muurtje er extra bij hebben. Maar ik vind het nu ook wel mooi als we hier een muur hebben. Dat er daar op de achterkant ook gewoon allemaal houten muren zitten. Zodat het lijkt dat het echt gewoon omringd is met muren eigenlijk. Nou ja, via het water kan natuurlijk geen muur, want daar is niet echt land of zo. Maar ja, daarachter natuurlijk wel weer. We hebben natuurlijk ook behoorlijk wat gems. Ook al kan ik er nog niet echt veel mee. Nog niet. Maar ja, deze toren die gaat dus naar de bakkerij, maar daar hebben we eerst even 15 coins voor nodig. Voordat we dat hebben, dat gaat nog even duren, denk ik. Nu heb ik er pas 4. Zes en zeven. Jij hebt misschien ook nog wel wat. Oh, dat moet wel genoeg zijn. Dat lijkt me wel genoeg. We gaan het zien. We moeten natuurlijk weer even de Hermit achterop hebben, want anders gaat dat natuurlijk niet. Hoppakee, bakkerij in de building. En dan hebben we weer 3 arches extra, in principe. Zo, oh, daar heb ik nu 4 coins voor nodig. Waarom 4? 4 voor 1 broodje? Of 4 voor een hele hoeveelheid aan brood? Hoe werkt dit? Ik snap het niet. Eerst was het gewoon altijd 1 coin. Laat ik eens proberen. Oh, dat is veel duurder geworden. Maar in principe hoef ik maar 1 broodje te hebben. Want zolang ik gewoon coins heb, kan ik gewoon die mensen blijven recruiten.
Oké, ik ga dus eerst nog eventjes de muren naar steen upgraden. Zo. Dan moet ik eigenlijk aan de andere kant precies hetzelfde doen. Oh ja, ik heb nog 1 coin. Of ik had er 5 nodig, maar ik dacht dat ik er 4 had. Oké, 4 coins nodig. Dan gaan we zomaar eens even die portal aanvallen. Dus de eerste keer dat ik een portal aangevallen in deze playthrough. Dus let's go. Want dat mannetje die voorop loopt, die heeft sowieso heel wat coins bij zich. Zodat hij in ieder geval genoeg hits kan blijven krijgen van die monstertjes die uit die portals komen. Dus dat moet helemaal goed komen. Dan ga ik ondertussen eventjes deze mannetje recruiten. Maar ik weet nou niet zeker of dat aan de rechterkant de cliff portal zit. Of aan de linkerkant. Kan ik dus echt niet zeggen. Maar hey, dat zien we vanzelf. Oké, zit hier de portal? Nee, ietsjes verder volgens mij. Ja, daar. Hij is al actief, dus dat betekent dat we natuurlijk vanavond. Of vanavond natuurlijk nog gewoon. Monsters komen. Nou ja, ik merk het vanzelf al. Ik moet eventjes. Gewoon weer teruggaan, want er komen natuurlijk ook gewoon monsters aan de andere kant. En als de portal kapot gaat, dan sowieso. Maar ja, dat is het irritante dat er geen bloedmanen. Ja, ik weet niet of ze er zijn, maar het lijkt er niet op. Normaal zijn ze er altijd en dan kun je. Daarna heb je dan nog een hele dag eigenlijk. Om die portals aan te kunnen vallen. Maar ja, nu is dat nu dus niet meer zo. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Of misschien dat het, als ik de portal slop, dat het dan een bloedmaan komt. Ik zou het eigenlijk allemaal niet weten. Zo. Veel geld. Ga ik eerst maar eens even dit upgraden. Want dan zit ik ook al zo lang aan te kijken. Ik ga zo lang in de ochtend kijken of ze toevallig nog leven daar. Ze kunnen nog leven of ze zijn dood. Ja, ze zijn dood. Hallo. Ze hebben een portal gesloopt.
Dat is heel erg fijn. Maar ja, zoals je nu kunt zien, is het gelijk een stuk donker geworden. En nu gaat er zo dadelijk een aanval komen. Ik kan ook niet precies zeggen aan welke kant het komt. Maar ik heb zo'n gevoel aan de linkerkant, want daar zit natuurlijk ook nog een portal. Die zit natuurlijk het dichtstbijzijnde. Maar mijn hond is echt aan de rechterkant. Ja, ik weet het niet. Dat is een probleem. Je kunt het gewoon niet zeggen. Hallo. Welkom in ons koninkrijkje. Ja, mijn hond is dat dat aan de rechterkant is. Het moet wel aan de rechterkant zijn. Oh, en dat is het zeker. Waar is dit de aanval maar? Dat valt nog best wel mee. En ik heb nog niet eens de mogelijkheid om katapulten te maken. Maar dat mannetje is wel een aantal coins verloren, volgens mij. Ja. Maar hoeveel? Dat is de vraag. Oké, maar 3. Dat valt mee. Ik ga nog sowieso even wachten voor de volgende portal te slopen. Als ik dat nu al ga doen, nee. Dat is geen goed en verstandig idee. Maar ja, nu zie je nog wel dat het rode maan is. Even nog een Archer. Oh. Ik ga aan de rechterkant even wat meer muren maken. Hier kan ik nog een muurtje maken. Maar ik moet natuurlijk ook niet te ver maken, want... Dat is natuurlijk ook niet zoveel mogelijkheid om uit te breiden. En natuurlijk om konijnen te farmen, laat ik maar zeggen. Eigenlijk moet ik eerst ons, ja, middelste, ja, ik noem het gewoon kasteel. Het is nog een kampje, maar in principe wordt het natuurlijk een kasteel. Dat moet ik eigenlijk gewoon eerst upgraden, want dan hebben we gewoon veel meer mogelijkheden om, ja, tools te krijgen en alles. Dus ik had hier van 8 coins nodig of zo. Maar ja, het probleem is natuurlijk ook als dat dan...
portal is aangevallen. Dan is er natuurlijk geen mogelijkheid om naar buiten te gaan. Om bijvoorbeeld dingen te halen. Coins te verzamelen. Dat soort dingen. Shit, nee, niet genoeg. Give me more. I need more. Heb ik nou genoeg? Ik had volgens mij 2 coins te weinig. Ik kreeg er net 2. Oh. Yes. Zo, toppie. Nu hebben we echt een beetje een kasteel. Ik ga eerst nog even kijken hoeveel coins aan deze kant kunnen verdienen. En dan naar de andere kant. Nou ja, zolang je gewoon niet te veel naar de linkerkant gaat, hoe meer coins je na de tijd geven. Zo, is dat alle coins? Zo goed als. Oké. Okay. Wanneer kan ik dit weer upgraden? Want zodra ik natuurlijk weer de mogelijkheid heb om het kasteeltje te kunnen upgraden, dan is er natuurlijk ook meer mogelijkheden en dan kan ik weer dingen halen en dat soort dingen. Is dat goed uitgelegd? Waarschijnlijk niet, maar... Nou ja. Hier heb ik echt niet genoeg geld voor. Bijna. Ik ga eerst maar eens even geld in die boot steken, zodat ik even wat gems kwijt kan. En die irritatie, daar loop ik nu een beetje. Of dat ding is er helemaal niet meer. Het is gewoon alleen op het tweede eiland of zo. Ik weet niet hoe het zit. Maar ik kan die gems ook nergens in kwijt. Dat is gewoon het probleem. Ik kom er echt 2 tekort. Shit. En hoe kan ik er nog 3 krijgen? Ik weet het niet hoor. Nou, dat is 1. Die andere nog. Blijf. Nu dan. Yay.
zijn we in ieder geval behoorlijk ver. We hebben deze aantal dagen en nachten al behoorlijk wat progressie gemaakt. Dat is fijn. Ik ga het nog één nacht proberen te overleven. Ondertussen ga ik deze muur even alvast upgraden, want ik begin alweer overvloed te krijgen aan money. Nu begint het alsof in de zee te flikkeren of iets dergelijks, want dit is een rivier. Maar misschien kan ik nog wat broodjes maken. Dat valt nog mee, hoeveel coins dat zijn. Maar ieder beetje helpen. Ze is hier al dood. Moet ze nog komen? Ik denk dat ze dood zijn. Hebben ze snel voor elkaar gekregen. Nou ja, aan de rechterkant heb ik nu dus twee gigantische muren. Dit ding is al behoorlijk vaak geüpgraded. We hebben nu ook de mogelijkheid om speren te krijgen. Dat is ook wel chill. En als laatste ga ik ook deze kant nog even een beetje uitbreiden. Ik vind namelijk dat dat moet. Kom op, schiet dat konijntje neer. Betekent dus ook dat als we weer nieuwe mensen krijgen, dat we ook van die speren gaan gebruiken, want die zijn super handig. Oh, daar heb je er al twee. Handig. Nee. Jij. Dat vind ik soms heel irritant dat het bankman dat je soms die coins wil pakken terwijl er gewoon een persoontje staat die dat broodje is op kon halen. Thanks for the money. Ga ik die gewoon twee speermannetjes maken. Die zijn ook gewoon heel handig voor overdag. Damn. That's a lot of money. Zo. Nou, twee speermannetjes erbij. Helemaal mooi. Met het volgende beetje geld ga ik echt die hele bakkerij volgooien met broodjes. Of ja, zover dat ik kan. Volgooien met geld. En volgooien met brood. Tja, er is natuurlijk ook een limiet. Met natuurlijk de hoeveelheid geld dat ik heb. En dat soort dingen. Nou, oké. Okay. Verder is er niemand hier meer. Dus alle coins heb ik wel zo'n beetje opgeraapt aan deze kant. Maar aan de linkerkant nog niet echt. Ik vind het zelf ook even, by the way, deze serie vind ik echt behoorlijk leuk om te doen. Ja, zelfs voor mij is het nog redelijk nieuw. Niet om te zeggen dat het helemaal nieuw is, want sommige dingen die herken ik nog van de vorige games. Maar ja, het is wel, wel super fijn om gewoon weer nieuwe dingen te leren. Nieuwe mensen, of nieuwe hermits bijvoorbeeld te zien. Dat er ook weer nieuwe mogelijkheden zijn voor uitbreiden en zo. Alles een beetje bij elkaar is altijd maar wel fijn.
Oh, jij hoeft geen kooi. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.